Hoe is het vandaag met u op deze gekke dag? Ja, heel dubbel. Groot verlies natuurlijk. We gaan er iets moois van maken. Proberen iets moois nog van te maken van het afscheid. Maar ja, het blijft natuurlijk een heel groot verlies. En dat gevoel moet nog flink slijten. Ja, want hoe was de afgelopen week voor u? Want u heeft ook iemand verloren die u heel dierbaar was. Ja, hectisch. Een rollercoaster waar je zit, alle voorbereidingen die we hiervoor op de boerderij bezig waren. Gelukkig hebben we daar hulp bij gehad van heel veel vrijwilligers. Heel veel mensen die hun hulp aanboden. Dus met z'n allen hebben we hier geprobeerd ervoor te zorgen dat we vandaag iets moois neer kunnen zetten. En hoe gaat het met de familie? Ja, met een dochter verloren. Dus ja, het is natuurlijk een drama is dit. Maar ze zijn wel heel erg overdonderd en overweldigd door het grote massale steunbetuigingen van mensen. Heel Nederland lijkt mee te leven, zelfs uit het buitenland vandaan. En dat is toch wel een grote steun voor de familie nog.